Hallo, goedemiddag iedereen. Welkom bij weer een nieuwe video. Sorry, ik ben kauwgom aan het eten. Dus ik zie er weer uit als een koe. Die zo aan het grazen is, of hoe noemt dat? Ik ben terug van kantoor. Het is 4 uur. We hebben een tweede kantoortje bij ons eerste kantoor. Maar dat zal ik wel eens in een andere video laten zien. En nu ben ik aan het wachten op Jolene en Janno. Want we gaan herfst shoppen voor in hun zaak een beetje, zo qua versiering. En ik denk ook dat er in de Action al heel veel is voor kerst. Dus daar ga ik ook voor kijken. Het is nog maar, denk ik, een maand eer ik mijn kerstboom ga zetten. Dus ik mag al kerstspulletjes kopen dan, hè. Ik laat het wel nog ingepakt, maar dan heb ik het tenminste al. Dus dat gaan we doen. En dan om 6:30, dan komt Sam ook. En dan gaan we eten bij Giuliano's in Hasselt, waar ik echt naar uitkijk. Is even geleden. En ik heb zin in pasta. We zijn in de Action. Hey. Hallo. En we zijn kerstspullen aan het kopen. Herfstspullen. En ik ben ook al kerstspullen aan het kopen. Oh god. Sam gaat mij echt gek verklaren. Maar ja, we zijn ook een beetje gek. Een beetje maar dat maakt ja. Echt zo'n kerst. Ja, maar je hebt het ook allemaal in de kaart. Ja, maar ik heb alleen maar kerst, maar ja, ik heb alles al van de herfst. Ja. Ja. Wat vind je ervan dat we al kerstspullen kopen? Dat moet kunnen. Ja? Ja? Woehoe! Dat is goed, hou die man. Ja. Ik hoop dat Sam dat ook gaat zeggen. We zijn nu in de IKEA. Jolene is haar tas aan het volladen met kaarsen. Ik heb er zelf ook 2 genomen. En ene, ik heb ook zo ene genomen. Ik vind die ook wel mooi zijn. Ja, ik vind die ook mooi. Maar die ruiken... Anders. Ja. Straf, cinnamon. Naar zoethout. Naar, ja, hoe noemt dat? Kaneel. Kaneel, ja. Vind ik. Sam is er ook. Ondertussen zijn we aangekomen aan de Kinepolis in Hasselt en we gaan niet naar de cinema, maar we gaan naar Giuliano's. Ik mag nooit Giuliano's zeggen. Dus we gaan lekker eten. Met. Hey! Het was echt wel super goed geluid hoor. Ja, had je het ook gehoord? Ja, oh. Hij deed het expres. Ja, deed het expres. Kom Sam, kom mijn zak al pakken. Mag ik mijn zak al pakken? Ja. Waar is die? Is dat uw zak? Ah, met wc-papier, ja. Dat is uw zak. Ja, dat is mijne. Met goed veel wc-papier. Oh ja. En maandverband. Maandverband heb ik ook meegenomen voor u. Want ja. Ah ja, waar is dat? Ook van achter hier. Waar dan? Huh? Ah ja, hier, ik zie het. Ik heb het. Ah nee, dat is uw. Ah nee, dat is mijn. Ja, ik heb daar gewoon een thee gezet. Oei. Ai. Als mijn vosje kapot is. Nee, er rammelt niks dus. Het is oké. Okay. Ja? Ik heb net gebeurd. Ja. Was lekker. Zoals in de middeleeuwen, hè. Bovenal dat er geen vergif in zit. Ah, ja. Als je zou doodvallen, dan weet je dat. Moeten wij niet hebben, hè. Ons eten is er. Ik heb vongole. Lekker, dat is wel een goed idee, hè. Ja, nou was ook aan het vlaggen. Oké, handig toch? Dat is keihandig. Ja. Zij hebben arrabbiata. En Jolene heeft arrabbiata zonder vlees. Ja. Het is wel heel lekker, hè. Yummy. Pizza met champignonnetjes. We zijn ondertussen in de Fifth Avenue. Hey girl. Mijn mond is vol. Ja. We hebben rozeetjes en zij hebben mocktails, mojito's. Dat weet je niet, hè. Je mojito. Zie je dat het een mocktail is? Nee, niet. Voilà, je weet het niet, hè. Nee, dat is waar. Verrassing. En we hebben dan ook nog eens dessertjes gekregen. Ja. Er zijn er nog een paar. Moeten we met de sertjes? Nee, dank je. Iemand van de vlogkijkertjes? Ja, misschien de vlogkijkers. Moet je keuze maken tussen een stukje cake of wat is dit? Of een Oreo. Een Oreo iets. Oreo iets. Wat zou je kiezen? Als je moest kiezen. Ik denk dat ik het wel weet. Wat zou jij nemen? Ja, ik het cake, ja.
Ik zou eerder voor de Oreo gaan. Ja. Ik kan nu echt niet meer. Dus. Ja, oké. Okay. Ik heb cake, ja. Ik moet zeggen, ik heb dit hier net verorberd. En dat is wel het Oreo heb ik. Meer iets anders. Met Oreo erbovenop. Het Oreo ook? Het was van begin tot einde lekker. Dat doet me denken aan onze Oreo Lick Challenge. Ah ja, juist. De eerste keren dat we elkaar hebben gezien. Ja, dat je dat witte afplek. Ja, dat was de eerste keer dat Marissa en ik Lick elkaar challenge hebben ontmoet. Ja, ja, zo, oké. Okay, dat zag ik fout uit. Maar ja, we hebben verloren. Ja. De meisjes, Zin en Thalissa, waren sneller in het jaar. Ja, wij waren goede likkers. Ja. Celine en ik konden goed likken. Hoe was dat nu weer? We waren... Oh ja, zeg, weet je, ik kan even helemaal iets anders. Ja. Maar ik moet even iets doen. Ja. Even... Ga je vertellen? Ik weet zeker, en ik wil niet dat je de truc uitlegt. Wat? Want ik ken je al. Hè? Of te verpest of zo, maar ik kan dus een goocheltruc. Ja. Ja. Maar daarvoor moet je even alles laten liggen. Ja. En je moet je openstellen voor alles. Oké. Okay. Het is de truc, maar je moet ook meedoen, hè? Ja, ja. Het truc van het magisch zoutvaatje. Ik ga eerst even nog... Nee, je mag nergens meer aankomen. Even zo iets meer in je mond steken. Nee, eventjes niet. Nee, blijf er nog een keer af. Dus, het is het truc met het magisch zoutvaatje. Nee, je mag niets meer in je mond steken, zeg ik. Niks meer in de mond. Ik ga jullie zout in de mond laten proeven. Echt waar, dankzij een magisch zoutvaatje. Je moet het wel zelf doen. Daarvoor doet je hoofd een klein beetje achteruit. Ja, een klein beetje achteruit. Allee, stop met lachen. Het hoofd een klein beetje achteruit. U neemt in uw linkerhand het magisch zoutvaatje. Nee, op deze manier. En dan gaat je dat leeg schudden in uw mond. En uw mond goed open. Oh nee! Proef je het al? Nee, ik ga naar huis en we gaan afscheid nemen van deze. We staan nu op een unieke locatie eigenlijk. Hè. Unieke waarom? Locatie? Boven ons hier. En de cinemazalen. Ja, dat is waar. Hier hebben we ook een green key. Hier kunnen we zo iets doen met een green key. Ja, okay, wel, doe dus iets, ja. Gaat er iets voor staan? Jij ziet, en jij naar een green key. Ik was dus alsof ik op het strand zit. En, dan moet je eigenlijk wel dichterbij komen, hè. Dat echt zo volledig groen naar de achterkant. Ik weeg mijn zweetsnor nu af, want het is warm op het strand. Maar wat doe ik nog op het strand met mijn hoofd? Cocktails drinken, ja. Ja, hele dag goed, Jan. Hele dag geregeld. Heb jij nu een strand edit, Sam? Ja, misschien. Ah, ja. Sam heeft het strand geëdit. En als het niet is, dan heeft hij het dus niet gedaan. Dan heeft hij het niet gedaan. Heeft hij het niet goed gedaan, nee. Hé, hey, maar goed nieuws, want morgen zijn we weer staan. Ja! Kijk je er al naar uit, Jano? Ja. Ja, echt wel. Echt wel.